Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijk van IMT, vandaag ben ik weer samen met Mark met Keep Talking and Nobody Explodes. Hallo. En vandaag moet Mark zich even bewijzen dat hij een echte bom kan ontmantelen. Want de vorige keer kwamen we net een seconde tekort eigenlijk. Super wel, ja. Dus, begin maar Mark. Ja, ik druk nu op start, dus go your gang. The screen is ice only. Ik heb mijn pen en papier klaar liggen. Top. Jij ook? Ja, ik ook. Zo, 5 minuten, wat is de tijd? Kijken. PC is echt knijt aan het blazen. We hebben een soort van kabels, maar het is dan dat je van die lampjes aan de bovenkant ziet, van die ledjes of zo, die aanstaan en van die vierkante vakjes onderin. No, dit is echt vervelend. Even kijken hoe moet je ze passeren. Neem je tijd. Oké. Heb jij sterretjes heel toevallig? Ja, ik heb 3 sterretjes. Oké. For each wire is net simple combination used. Oké. Wat is het eerste sterretje? Hoe bedoel je? Welke kleur is een kabel? Dat is een rode kabel. Laten we met de allereerste beginnen. Welke kleur is die? De allereerste rood. Links. Rood. Rood. The wire has red coloring. Oké. Cut the wire. Is dat zeker? Nee. Wacht even. Cut the wire if the last digit of the serial number is even. Dat was hem. Even. Dat is een 2, dus ja. Fout. Huh? Tweede kabel is een blauw-witte. En die heeft een ster? Ja, die heeft een sterretje en een ledje staat aan. Oké, nou wordt het leuk. Dat is blue coloring. Ja, dat heeft hij. Oké, dan mag ik dus een S, een P en een D. Oké, dan even kijken, kan ik hem insluiten met die. Ja, de letters aan. En dan hebben we een stippellijntje. Dat is een S. Serial number even, dit mag ik knippen. Nou, dat is W, dus ja. Oké, dat klopt. Dan heb ik ongeveer precies dezelfde kabel, behalve die heeft dan geen sterretje. Geen sterretje, oké. Hij is dus helemaal heel. En dan met een ledje is aan. Ja, een ledje is aan, ja. Dat is B. Cut the wire if the bomb has 2 or more batteries. Kijk. Nope. Oké, dan heb ik nog 1 kabeltje. Dat is een rode. En het ledje staat niet aan en een sterretje is ook er wel. Dus hij heeft ster en is rood. Ja. Oké, hij is dus red wires, oké. Ja, ik denk het. En dan heeft een ster, hè? Ja, maar ik denk het haast wel, vanwege dat het de laatste kabel is. Dus en deze is niet goed. Cut the wire. Oké, dan. Nu heb ik een schermpje met die 4 nummers. En die volgorde gebeuren, ja. Je weet wel. Irritatie. Ja, je weet het wel, lekker specifiek. Ik weet welke je bedoelt. Nummer 4 staat er nu. Press the button in the 4th position. Oké. Dat is een 4. Hier. 1. Press the button they labeled 4. Oké, dat is 1. Schrijf ik ook even op. 4 weer. If the display is 4, press the button labeled 4. Hier, nu een 4. Weer een 4, zei jij.
Yeah. Button display is 4. Press the button in the same position as you pressed in stage 2. Boom! Waarom? Nou, out of time. Vanwege dat ik een strike had en die tijd die vliegt dan veel sneller naar beneden. Serieus? Ja. Waarom zijn we nu pas een keer? Dat wist ik ook niet. Nou, je wist dat ik een strike had. Je wist niet dat de tijd sneller zou gaan. Ja, die gaat altijd sneller. Dat wist ik niet. Oké, nog een poging. Yep. Gelijk. Hoi. Oké, wat staat er? 10. Och jee. We hebben die 1, 2, 3 ABC kabel. Ja, ik weet wat je bedoelt. I'm searching for it. Found it. Moet ik nog iets maken? Ja, zeg maar hoor. Ja, de eerste zwarte kabel. Ja. Die gaat naar B. Wat zei je? Oké, tweede is blauw. Waar gaat die heen? Naar B. Knip. Drie gaat naar, dat is een zwarte kabel en die gaat naar C. Mag je ook knip? Oké, volgende. Ja, vijfde kabel, die is zwart en die gaat naar B. Wacht, vijfde kabel is 2. Zwart. Heel later. Oké, de zesde kabel die is zwart en die gaat naar A. Knippen. Maar die nummer is echt helemaal niks. Fout. Oh, wacht, ik moest heel later, want ik moest naar B trouwens. Je bent nu warm om die nummers te roepen. Rip. Oké, een rode kabel gaat naar A. Heel later. Een zwarte kabel gaat naar B. Heel later. En een andere zwarte kabel die gaat naar C. Heel later. Ook weer fout. Hoe dan? Die gaat naar C toch? Ja, die gaat naar C. Ja, dan moet je heel later. Ja, dan gaat een zwarte kabel naar B. En een rode kabel naar A. En er is iets fout. Welke? Die naar A mag knippen. Ja, maar jij zei dat ik die moest heel laten. En boom! Gaat weer soepel dit. Kijk, die moet je gewoon geen nummers bij mij noemen. Maar raak ik zelf ook in de war. Why sequence? Ja, nee, dat is. Nou, retry again. Yay! Yay, weer met diezelfde kabels zoals net. Nou, nog een poging. Oké, de... Ik weet niet zo snel moet scrollen. Ja, begin maar. De eerste blauwe kabel die gaat... Geen nummer noemen. Ja, blauw C. Heel. Zwart C. Knippen. En rood C. Wat is rood? Ook naar C. Knippen. Oké, okay. Alleen rood gaat naar C, de volgende. Heel later. Oké, okay. Rood gaat naar B. Heel later. Dan gaat er nog eentje naar, van rood naar B. Van rood naar B? Ja. Heel later. Ja, die is rood en die gaat naar B. Dus die moet ik heel later. En er is een zwarte die gaat naar C. Knippen. Oké, okay, nog eentje. Oké, okay, een zwarte die gaat naar A. Heel later. Nog een zwarte die gaat naar B. Knippen. Oh, die is fout, kut. Oh, die moest heel later trouwens. En dan gaat een blauwe kabel naar B. Blauwe kabel, heel later. Oké, okay, dan, die is klaar. We hebben nu Simon 6, die vier kleur gebeuren. Ik ben hem aan het zoeken. Ja, ik heb hem. Oké, okay, groene kleurtjes. Het serial number is not a file. Heb je een file? Moment, ik zie niks wat de lamp is. En we hebben nog 3 minuten, oké. Als je een scherm wat brighter zet, kun je het gewoon zien.
Nee, ik heb geen klinker, dus okay. En groen is aan het knipperen. Groen. Hoeveel strikes heb jij? 1 toch? Ja. Yellow. Oké. Groen-geel. Groen-geel, yellow-green. Oké. Groen-geel-groen. Yellow-green-yellow. Yellow-green-yellow, wat? Kijken. Groen, geel, groen, blauw. Groen, geel, groen, blauw, zei jij, hè? Ja. Dat is... Wacht even, wat zei je nou? Groen, geel, groen, blauw. Yellow, green, yellow, blue. Oké, okay, moet er nog eentje komen. Groen, geel, groen, blauw, groen. Yellow, green, blue, yellow. Fout. Wat? Groen, geel, groen, blauw, groen. Even rustig. Oh ja, nu heb ik 2 strikes natuurlijk. Nee, dat klopt. Denk niet druk tegen. Zeg je nog wat? Of, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Groen, geel, groen, blauw, groen. Dat is blue, red, blue, green, blue. Oké, okay, ik heb nog 3 kabels. En die gaan... Ja, het is niet een soort van... Ja, hoe zeg ik het? 3 kabels met aan de linkerkant 6 vakjes en aan de rechterkant. Niet hetzelfde als de 3 andere bovenaan. Nee, joh. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus heb ik niet weten hoe ik omschrijf, want ik weet niet wat je bedoelt. Auw, en de bom is kapot. Wat bedoel je dan? Ja, een of andere 3 kabels van de 6, maar het is niet wat je dan boven in de manual hebt. Wat het is, wat je ziet. Ja, dat is gewoon precies wat ik zie. Ik snap gewoon niet wat je bedoelt met die. Ja, ik zie 6 kabels, maar het is niet die boze van die. Van die manual. Ja. Maar ik zie verder niks anders met die kabels die jij bedoelt. Ik ga eens even kijken voor je. Dat is... Staat er hier. Ik zie nergens anders iets met 3 kabels. Ik kan hem ook niet vinden. Dat is apart. Nou, nog een poging. Volgens poging is dit al 4e keer of zo? Ja. Kip. Nou, retry. Goed zo. Oké, okay, let's. Oké, okay, weer die kabels. Ja, weer die kabels, welke? Ja, met die 1, 2, 3 ABC. Ja. Oké, zwart gaat naar B. Wacht even, zwart, B, knip. Zwart gaat naar C. Knip. Oké, blauw gaat naar B. Knip. Zwart gaat naar C. Laat. En rood gaat naar B. Laat. Oké, zwart... gaat naar A. Knip. En blauw gaat naar A. Knip. Oké. Oké, blauw gaat naar B. Knip. En blauw gaat naar B. Laat. Oké, dan. Even kijken wat dat is. Oké, het is weer die schermpje met die 4 nummers. Ja. Er staat een 4 op het schermpje. If the display is 4, press the button in the fourth position. Oké, okay, dat is weer een 4. Fijn. Weer een 4. If the display is 4, press the button in the same position as you pressed in stage 1. Same button. Ja.
Dat is niet waar. Ah. Oké, nou is het een 3. Bij stage 1? Ja. If the display is in 3, press the button in a third position. Dus in de derde positie. Huh? Oké. Een 2. If the display is 2, press the button in the same position as you pressed in stage 1. Weer fout! Je zegt de same button. Same label, of wat? Nou, ja, dan doe ik het fout. Fuck. 3. If the display is 3, press the button in the third position. Dus 1. If the display is 1, press the button label 4. Oké, 1. If the display is 1, press the button with the same label you pressed in stage 2. Ja, 2. If the display is 2, press the button in the first position. Ja, 3. If the display is 3, press the button with the same label you pressed in stage 4. Done. Oké, we hebben nu nog wire sequence. Wire sequence. Wat is dat? Schrijf eens iets. De bovenste. Moet je hebben. Wire sequence? Ja, noem ik gewoon zo. Ja, maar als jij iets zo noemt wat jij denkt wat het is, dan weet ik niet wat jij bedoelt. Hoeveel kabels? 5. Oké, if the last wire is black. Nee. Oké. Hoeveel is één rode kabel? 2. Oké. Okay. Zijn er zwarte kabels? Nee. Je kunt een second wire. Yay! Hoeveel tijd hadden we nog? We hadden nog 16 seconden. Oh, close one. Oh. Dat had langer geduurd dan ik verwacht. Echt hè? Maar in ieder geval, laat even een like achter en niet abonneren. Tot de volgende keer. Tjus. Tjus.